Als je aan Philips denkt, denk je waarschijnlijk als eerste aan scheerapparaten, televisies of stofzuigers. Nou, ze doen meer dan dat. In het universitair medisch centrum Utrecht testen ze op dit moment bijvoorbeeld hun fiber optic real shape technology, een echte breakthrough voor de geneeskunde. Ja, ik snap dat je nu denkt. hè, wat? Dat dacht ik ook. Laten we het voor het gemak Force noemen. Dankzij deze technologie kunnen artsen met live 3D beeld het inwendige lichaam van patiënten zien. Zo kunnen ze dus precies lokaliseren waar bijvoorbeeld een verstopping in de aderen zit of een lek in bloedvaten. Dat betekent het einde van zo'n ellendige katheter die door een ader of bloedvat geduwd moet worden. En dat betekent ook geen blootstelling aan röntgenstralen meer. Even terug naar die FORCE technologie. Hoe werkt dat precies? De normale manier die artsen op dit moment hanteren om in het lichaam van hun patiënt te kijken is via röntgenstralen. Bij Force is dat niet langer het geval. Artsen gebruiken dan een katheter ter grootte van een spaghetti-sliertje. Op het uiteinde van dat sliertje zit een sensor die werkt op basis van licht. Kun je het je voorstellen? De informatie die dat spaghetti-sliertje geeft wordt in 3D doorgestuurd naar een beeldverwerkend systeem in de operatiekamer. Daarop kan de arts de precieze locatie van de katheter en de vorm van de locatie zien. Dus weet de arts of het gaat om een ader of een bloedvat. Zo kunnen artsen dus voor het eerst opereren met de hulp van driedimensionaal beeld. Je kunt de methode vergelijken met een navigatiesysteem voor het lichaam. Maar binnen de 3D en geneeskunde gebeurt er meer. Zo ligt het in de lijn der verwachtingen dat de 3D-printer een belangrijke rol gaat spelen binnen de chirurgie. Denk bijvoorbeeld aan een botoperatie waarbij de chirurg een prothese moet aanbrengen. Nu moet de arts, sorry dat ik het zeg, op het moment dat de patiënt al open ligt, ervoor zorgen dat de prothese precies past. Straks kan de arts op basis van een geprinte scan vooraf op bepalen hoe de prothese geplaatst moet worden. Dat heeft veel voordelen. De chirurg weet precies waar ze moet snijden, de operatietijd is korter en de wond blijft kleiner. Tel maar uit uw winst. Er worden zelfs proeven gedaan met het printen van hartkleppen met de hulp van menselijke cellen. Zo werken onderzoekers in Duitsland aan bio-inkt, waarmee biologisch 3D-weefsel geprint kan worden. Dit weefsel kan worden ingezet om onherstelbaar beschadigd menselijk weefsel te vervangen. En in Utrecht wisten wetenschappers van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in februari met succes een 3D-geprint schedeldak te implanteren bij een hond. Dat schedeldak is gemaakt van titanium. Voor die hond geldt de tekst van David Getta's titanium wel heel letterlijk, dus. Of we in de toekomst onder een printer liggen op het moment dat we een nieuw orgaan nodig hebben, wie weet. I am titanium!